Kinderen voor Kinderen. De nieuwe Kinderen voor Kinderen op LP, cassette en cd, op VARA Radio en tv. Maar deze week ook uitgebreid in de VARA-gids. Met alle teksten van alle 15 liedjes om zelf mee te zingen. Plus nog een fantastische kleurenposter van Kinderen voor Kinderen. Als u nu belt, ontvangt u de VARA-gids voor maar 1 tientje tot 1 april 88. Dus druk op draai. 035 711 911. De VARA-gids. Ook voor vaders en moeders. Het wetenschappelijke werk en de denkbeelden van de 84-jarige Nederlandse econoom Jan Tinbergen hebben in de hele wereld veel aandacht getrokken. Na de Nobelprijs, de Erasmusprijs en zo'n 20 eredoctoraten wordt hij volgende week donderdag door de gemeente Rotterdam geëerd met de hoogste onderscheiding van die stad, de Johan van Oldenbarneveld-penning. Het jongste werkstuk van de Nederlandse geleerde is geen wetenschappelijke theorie, maar meer een boodschap van een idealist met een uiterst realistische kijk. Wanneer de wereld van vandaag er niet voor zorgt dat we onze problemen en conflicten zonder oorlog oplossen en er ook niet voor zorgt dat de grote wereldmachten met elkaar werken en met elkaar leven, dan zal er morgen geen wereld meer zijn. In het Haagse Vredespaleis, zetel van het Internationale Gerechtshof, zal Jan Tinbergen een schets geven van zijn wereld. Ik heb ontdekt, en dat heb ik eigenlijk geleerd van de medici, dat wij economen een speciale verantwoordelijkheid hadden. Die medici hebben begrepen dat zij de boodschap hadden, mensen, als er een kernoorlog uitbreekt, denk maar niet dat er dan de medische hulp kan zijn die nodig zal zijn. Wij economen hebben eigenlijk een soortgelijke boodschap. Wij hebben de boodschap dat inderdaad